Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuw lesfilmpje. Nou ja, lesfilmpje. Eigenlijk draaien we de boel een beetje om vandaag. Ik begin maar eens even met het laten zien van de opdracht voor deze week. Kijk maar even mee. Dat moet je dus doen. Een robot die achter een streep begint, of in de basis, het is maar net hoe jij het opstelt. Op je blad zie je een basis afgebeeld, dat kan. Mag ook op de manier zoals ik het in het filmpje deed. Hij begint achter een streep in elk geval, hij rijdt rechtdoor. En bij de andere streep, als hij daar overheen is, dan draait hij zich om. En hij keert terug tot hij weer over de eerste streep is. En hij draait zich weer om, zodat hij zo ongeveer weer staat zoals hij begon. Eén kleine maar, en dat is dat er wat obstakels onderweg voor kunnen komen. Ik heb gewoon de bordjes weer gebruikt van de vorige les. En één van die bordjes kun je gebruiken. In dit geval heeft het niks met kleur te maken, want je werkt alleen maar met de ultrasonensensor en niet met de kleurensensor. En een aantal keren onderweg, hoe vaak? Geen idee. In principe moet het werken als je maar één keer stopt, of nul keer stopt, of vijf keer stopt. Maar onderweg, tijdens zijn route heen en terug, komt hij obstakels tegen op zijn weg. En elke keer als hij een obstakel tegenkomt, dan moet hij wachten tot het obstakel weer weg is. That's it. Dat is je hele opdracht. Alles wat je daarvoor nodig hebt, heb je in de afgelopen paar lessen geleerd. Maar ik ga je wel even op weg helpen nog. Ik laat je zien welke onderdeel je in elk geval moet gebruiken. Je hebt in elk geval nodig een... Een loopje, een herhaalblok. Je hebt in elk geval een herhaalblok nodig en je hebt wel dit herhaalblok nodig. Herhaal tot. En dat moet je twee keer gebruiken. Dat verklap ik je. Wat je ook absoluut nodig hebt, dat is, en dat hoort bij de motoren, de getelde graden. Daar zijn we een paar lessen geleden ook mee bezig geweest. Hoe werkt dat ook alweer? Nou, je zet in het begin van je programma, stel je dan het aantal getelde graden opnieuw in. En dat heeft te maken met één van die wielen. Maar nu zie je al, en dit is even van belang, het symbooltje wat erop staat is een rond wiel. Dus dit werkt met een motortje wat dit ronde wiel heeft. En dan viel het mij op bij die van mij, dat mijn ene wiel een rond symbooltje heeft en het andere wiel een vierkantig symbooltje. En ik heb het geprobeerd met A, zoals die hier staat, maar dat is dus dit vierkante symbooltje. En ik weet zo niet precies waarom hij dat nou doet. Maakt ook niks uit. Het werkt niet. Hij heeft echt een motor nodig met het ronde symbooltje. En in dit geval is dat bij mij motor B. Dus alles ging bij mij werken toen ik hem op motor B zette. Dus even een tip, iets om rekening mee te houden als jij bezig gaat. Geen idee hoe die dingen hierboven er bij jou uitzien. Maar bij mij is het zo. En ik kies toch echt voor het ronde motortje. Stel het getelde aantal graden opnieuw in. Op het moment dat je dat doet, zet hij zijn teller inwendig, zijn geheugen, op 0. En dan kun je in het herhaalblok bijvoorbeeld iets zetten van, nou, als het aantal graden dat je hebt geteld gelijk is aan een bepaalde waarde, hoe was dat ook alweer? Hoe moest je dat ook alweer doen? Daar hebben we het vorige keer gehad. Dat waren die groene dingen, die bedieners. En dan kun je dit soort blokjes pakken. Herhaal tot iets 100 is. Nou, in dit geval niet tot iets 100 is, maar tot het aantal getelde graden 100 is. En in dit geval niet 100, maar nou, wat voor afstand je ook maar doet. De afstand die ik heb gebruikt in het filmpje zo net, dat was een afstand van 5 rotaties. 1 rotatie is 360 graden, dus 5 rotaties is 5 keer 360 is 1800 graden. Je rekent dus echt met graden. Dat is mijn tweede tip. Dit is ongeveer hoe dat werkt. Dan heb je de basis daar een beetje van te pakken. Herhaalblokje erbij enzovoorts. Nou, natuurlijk moet je dan de beweging laten starten.
rechtdoor en op een gegeven moment ook laten stoppen. En natuurlijk beëindig je dan ook nog ergens het programma hier stoppen en afsluiten. Daar zitten dus die twee dingen nog tussenin. Daar zit nog ergens een blokje tussenin om hem te laten... Waar is die nou? Twee gedurende... Come on. Cannon. Waar ben je? Ja, hier. Beweeg gedurende een bepaald aantal rotaties en zo kun je hem dan laten omdraaien met zo'n blokje. 15 en min 15. Ja, oh, dat is nog wel even een goeie. Ik heb de snelheid steeds ingesteld op 15 en min 15. Dus ook de beweging van de snelheid instellen in het begin direct op 15. Doe het niet te snel. Waarom niet? Omdat de robot een klein beetje doorschiet nadat hij stopt. Vooral als die sneller gaat. Ik deed het eerst op 30 en dat was toch echt te snel. Want elke keer als ik zo'n bordje dan voorhield, dan schoot hij hem bijna voorbij en dan ging hij een beetje stijgen, als een wild paard of zo. Dus de snelheid 15, het is heel traag, maar dan reageert hij wel beter op je bordje. Bordje, ook een goeie. De afstand tot het bordje, dat is wel van belang. Want als je hem laat wachten, want dat blokje hebben wij ook ergens nodig. Bij de sensoren. En dan hebben we deze nodig. Als de afstand, hij staat trouwens hier bij mij op 4, moet je altijd op letten. Hè? Want hij staat bij mij eigenlijk op 3 aangesloten. Dus dan moet je wel zorgen dat dit getal klopt, anders werkt het dus weer niet. De afstand tot het bordje. Ik heb ontdekt dat je het niet kleiner moet maken dan 5 centimeter. Dus als de afstand kleiner is dan 5 centimeter... Dan, als je het kleiner doet, dan gaat hij namelijk tegen de voorkant aan. Want in mijn geval, kijk, zit deze arm er ook nog op, die dus omhoog moet staan. En nou, dit is ongeveer 5 centimeter. Dus dat kan net. Dus je mag er ook 6 of 7 van maken, als je dat handiger vindt. Maar niet minder dan 5, want dan gaat het er echt tegenaan. En nou ja, werkt het niet handig. Dus die tip krijg je ook mee. Dit blokje kun je niet op zichzelf gebruiken. Dit hoort ergens in. Het heeft ook van die speciale hoekpuntjes. Waar hoort het in? Het hoort in een als-dan. Want die heb je ook nodig ergens in elk herhaalblokje. En dan zo. Nou, dit zijn allemaal losse onderdelen. Je hebt dan ook nog tenslotte... Ik vertel je gewoon alles. Het is net een puzzel die je in elkaar moet zetten. Een wachtblokje. Even kijken, waar staat dat? Wacht tot er iets gebeurt. Dan kun je trouwens hetzelfde blokje ingooien. Je zou een beetje moeten aanpassen. Als je die van die dan dat maakt. Maar eigenlijk wil ik niet te veel verklappen. Ik vertel al veel te veel. Dus ik geef je al heel veel hints over hoe dit moet. Nou, dit is het. Hier moet je het mee doen. Dit zijn alle onderdelen. Compleet door elkaar gehusteld, niet compleet. Je moet er echt nog wat mee aan de slag. En dan moet je dat filmpje, dan moet je kunnen uitvoeren wat ik deed in het filmpje. En daar ga ik nu ook mee afsluiten. Ik laat je nog één keer het filmpje zien van de missie. Dit moet je kunnen bereiken met één zo'n bordje. Succes!